deze Inside Out Roll met zalm is er eentje voor de liefhebbers van wat pittiger eten. De combinatie van zalmblokjes gemengd met spicy mayonaise en de smaak van zachte avocado is verrukkelijk. De topping van Tobiko, samen met een lenteuitje, zorgt voor die heerlijk prikkelende bite en het is echt een heerlijke rol om te maken en om te eten. Dus, laten we snel beginnen! We gaan eerst de spicy mayonaise maken. Nou, deze gebruik je voor zowel de zalm als voor de topping. Meng 2 eetlepels Japanse mayonaise met 2 lepels shiratsu saus. Hou je van super pittig, dan doe je een beetje meer. Heb je gasten die niet zo goed tegen heet eten kunnen, dan doe je iets minder. Snij daarna een verse limoen doormidden en spuit wat limoensap erbij. Niet te veel, want dan wordt de saus veel te waterig. En als laatste schep je nog 2 theelepels oranje masago of tobiko erbij. Normaal laat je dit weg bij het maken van spicy mayonaise, maar bij deze rol geeft het net even iets extra's in je saus. Roer al deze ingrediënten door elkaar totdat je mooie spicy mayonaise krijgt. Nou, voor de topping van deze rol gebruiken we lenteuitjes. Snij er eentje in hele dunne stukjes en leg deze alvast apart. Pak daarna een rijpe avocado, snij deze doormidden en haal de pit eruit. Haal daarna de schilderrap en snij nu je avocado in mooie rechte repen. Doe een klein beetje citroen of limoensap op, zodat de avocado niet bruin verkleurt. Snij een stuk zalm in een reep van 18 cm lang en ongeveer een dobbelsteen dikte. Snijd deze in hele kleine stukjes, bijna zo klein als een zalmtataart. Plaats dit in een bakje en doe er wat van een spicy mayonaise bij en roer dit door elkaar met een lepel. Deze spicy zalm wordt de vulling van je sushi rol. Plaats een halve nordivel met de ruwe kant naar boven op je bamboematje en verspreid een dunne laag sushi rijst over je nordivel. Maak van tevoren je handen een klein beetje nat, zodat de sushi rijst niet aan je handen blijft plakken. Gebruik daarvoor het water en rijstazijn wat je gemaakt hebt. Als alle rijst op je nordivel ligt, dan draai je in één keer je nordivel om. De rijst komt nu onderop te liggen. Wees gerust, er vliegt niets door je keuken, want de rijst blijft aan het nordivel plakken. Nou, pak je lepel en plaats in het midden van je nordivel een laag van je spicy zalm. Leg daarna 2 repen avocado ernaast. En zorg dat het geheel niet te dik wordt, anders kun je de rol niet dichtvouwen. Nou, we gaan nu de sushi rollen. Plaats je duimen onder het matje en vouw over de vulling heen, terwijl je de vulling, de zalm en de avocado, op zijn plaats houdt. Deze mogen namelijk niet verschuiven. Pak het matje op en rol rustig door. Pauzeer een paar keer om de rol te verstevigen door druk uit te oefenen over de lengte van het bamboematje. Rol of vouw het matje nog een stukje verder en verstevig de rol opnieuw. Ga ze door totdat de rijst elkaar raakt en je de rol kunt sluiten. Rol daarna het matje helemaal uit, zodat je sushi rol verschijnt. Nou, nu is het tijd om de oranje masago of tobiko erop te doen. Verspreid met een theelepel, of je handen, de kleine eitjes over de sushi rol. Draai een paar keer en zorg dat je hele sushi rol bedekt is. Bedek de rol nu met doorzichtig huishoudfolie en gebruik het bamboematje om de folie tegen de rol te drukken. Want de huishoudfolie zal de rol en de rijst fixeren. Vorm de sushi en maak ook de uiteinden van de rol perfect. We gaan nu de rol in 8 gelijke stukjes snijden. Hou de folie op je rol, want dan wordt het snijden makkelijk. Nou, maak je mes een klein beetje nat, want dit zorgt ervoor dat de rijst niet aan je mes blijft plakken. Gebruik een vlijmscherp mes, anders wordt het een lastige taak en het is zonde van al je werk. Als je alle stukjes gesneden hebt, hou je rustig en voorzichtig het folie eraf en gooi je die weg. Nou, spuit op elk stukje een toefje van je spicy mayonaise en bestrooi je rol met lenteuitjes. Nou, je udamaki spicy zalm is klaar om geserveerd te worden. Serveer je sushi met lekkere sojasaus, een toefje wasabi en wat ingelegde gember en eet smakelijk!